Heel wat mensen bij Oostende die natuurlijk een verleden hebben bij Bergen. Denken we maar aan Delwarte, Zoko en natuurlijk ook de trainer Thierry Pister. We zien Oostende een goede start nemen, de betere ploeg. In de eerste 20 minuten. En vooral Zoko wil zich blijkbaar tonen aan zijn ex-club Bergen. Dat naarmate de wedstrijd vordert wel het evenwicht kan herstellen. Gay naar Oussalé meenemen en in de draai trappen. En zo hebben ze allebei al een goede kans kunnen creëren. Maar er wordt niet gescoord in de eerste helft. 0-0 is de ruststand. 10 minuten ver in de tweede periode. Wallace met interceptie komt dan de 16 binnen en wordt dan gehaakt. Strafschop voor Oostende. Tim Potts fluit onmiddellijk, wijst naar de stip. Nog eens kijken, dat is een strafschop. Daar kan je niet echt over twijfelen. Zoko achter de bal. Het is niet iemand die heel vlot scoort. Zoko met aanloop en Zoko met het doelpunt 0-1. Vroeg in de tweede helft, 10 minuten ver. En dan zijn we benieuwd naar de reactie van Bergen. Door de overwinning van Eupen ligt alles eigenlijk al vast. United, Bergen en Eupen spelen de eindronde. En Oostende blijft achter met lege handen. En Oostende slikt hier ook een tegendoelpunt. Gay van dichtbij trapt die binnen 1-1. 2 minuten na de openingstreffer staat het al gelijk. Heel snel komt die reactie van Bergen dus. Begon met de vrije trap van Zola, Matomona. En uiteindelijk het doelpunt van Gay. Oostende dat dan een beetje de pedalen verliest en enkele minuten later slikken ze nog een doelpunt. Oussalé omspeelt eerst Delwarte en dan Zidic. En Oussalé kan in het lege doel besluiten 2-1. Bergen dat van bij het begin van de tweede helft op zoek ging naar dat doelpunt. Ze kregen er eerst een tegen, maar ondertussen is er die terechte voorsprong. Bal richting Charjou. Charjou trappen. Het schot wijkt af op Van den Berg. En zo komt de bal bij Zola Matomona. En zo staat het 3-1. Er wordt het tegenvoets genomen. En nu is het helemaal voorbij voor KVO Oostende. Goed aan de partij begonnen. Maar ze hebben die lijn niet kunnen doortrekken. Zeker niet na de rust. En ondertussen hebben Van Imschot en Timmermans een gele kaart gepakt. Dat is goed gezien. Want dan zijn ze op tijd terug voor de eindronde. Keren ze net op tijd terug uit de schorsing. Koppijn met de actie en ook het doelpunt. Het is 4-1. Dat is toch wat overdreven. Maar kom, bij Oostende hebben ze de schouders wat laten hangen. Zeker na de 1-1 en de 2-1-2. Doelpunten die heel snel achter elkaar vielen. Bergen pakt dus de 3 punten. En voor Oostende is er volgende week nog de wedstrijd tegen Lierse. Maar geen eindronde dus. Bergen-Oostende 4-1. Lars Wallace, Oostende verliest hier met 4-1. Met wat voor een gevoel ga je dan van het veld? Met een erg klote gevoel. Ik denk als je 1-0 of 0-1 voorkomt in de 60ste minuut, dat je absoluut niet verwacht om nog met 4-1 de boot in te gaan. De teleurstelling was erg groot, dus ondanks we wisten dat de kans op eindronde zeer klein was. En we ook al wisten dat Eupen 0-2 voor, of 2-0 voor stond. Maar we hadden absoluut gehoopt om hier nog een goed resultaat neer te zetten. Ja, Oostende die ook nog kans maken op die eindronde. Jullie spelen ze volledig weg. Zijn jullie nu titelfavoriet voor die eindronde? Dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat we vooral geen schrik hebben om die eindronde aan te vatten. We kennen Eupen waarschijnlijk, die zullen spelen, en United. Roeselaar is een grote onbekende voor ons. Oké, maar we hebben geen schrik voor van de favoriete rol. Onze doelstelling was het hele seizoen zo lang mogelijk de top 4 onder druk zetten. En ik denk tot de voorlaatste spelen hebben we dat kunnen tewerkstelligen. Volgende week, dit is onze tweede halenmatch. Dan spelen we thuis met ons publiek. Denk ik dat we toch hopelijk een beter resultaat kunnen halen dan vandaag.